Ik dacht, nou, weet je, we maken een mooie weggever, een mooi e-book en daarmee gaan we adverteren. En dan kijken we wel. Dus ik ben begonnen met €15 per dag te adverteren. Een aantal opvolgmails hingen eraan vast, maar niet zoveel. En ik dacht, nou, ja, en nu? Nou, daar kwamen we dan. De intentie was om strategiegesprekken eruit te krijgen, zodat ik ook in gesprekken klanten kon binnenhalen. Nou, laten we dat eens doen. Dus ik ben dat in gaan zetten, die advertenties. Er kwamen leads binnen, mijn e-maillijst die groeide. Dus en ik dacht, hey, die scoorde goed in de statistieken. Wat nou als ik die ook in die e-mailfunnel zet? En wat nou als ik een e-mailfunnel maak, dat als ik een keer geen nieuwsbrief kan sturen, dat ze wel gewoon e-mails krijgen? Uiteindelijk heb ik dus een e-mailfunnel gebouwd van 3 maanden. En dat is geweest in maart. Ben ik online gegaan, ben ik gaan adverteren. In april ben ik mijn eerste webinars gaan geven en in juni draaide mijn eerste groep. En toen dacht ik, ik heb iets gevonden wat werkt. Dit gaan we verder uitbouwen. En toen zei Mitchell van Duren, business coach die ik op dat moment had, Daniel, hoeveel omzet draai je nu? Ik zei, ja. Hoeveel zat ik toen? Ik denk 50.000 of zo. Ja, die advertenties. Ophogen maar, verdubbelen maar. Hoezo? Even heel simpel, hè? Maar zo simpel is het dus. Maar even serieus. Ik zag het gewoon niet. Ja, zegt hij. Omhoog die handel. Gas erop. Oké. En toen dacht ik, ja, als ik dat ga doen, dan krijg ik meer klanten. Maar hoe kan ik die klanten kwijt? Want op dat moment draaide ik 3 groepen per jaar. Ja, oké, dan gaan we dus opschalen. Dus ik ben mijn advertentiebudget omhoog gaan doen. En dat was best spannend, want er moest weer meer geld in. Dat liep ook lekker. Maar op een gegeven moment merkte ik van, oké, de kosten per lead waren best aardig. Maar ik had een adviseur en we waren aan het sparren. En ze zeiden, maar wat nou als we nog eens een weggever maken die nog dichter past bij de fase van de klant waar die zit. Oh cool, kunnen we wel proberen. En het mooie was dat dat al iets was wat ik al had gecreëerd. Want ga vandaag maar eens na, wat heb je al aan content? Wat is er al? Wat kun je hergebruiken? Het is zoveel, je hebt zoveel meer dan dat je denkt. Stop, ik pakte daar een weggever uit, ik ben daarmee gaan adverteren. En mijn advertentiekosten zakten van €3,60 per lead toen, dan praat ik over 2017, naar 70 cent. Toen wist ik nog niet zoveel over funnels als dat ik nu weet. Enorme daling dus. Hoe dichter je bij de symptomen bent van de klant, hoe dichter je bij de problemen bent van de klant, hoe beter dat aansluit, hoe goedkoper je advertenties worden. En zo ben ik steeds verder op gaan schalen. Zo ben ik het steeds groter gaan maken. Zo ben ik steeds meer gaan adverteren. Dus wat het mij heeft opgeleverd, is dat ik dus in maart 2017 ben begonnen. En eind 2018 een omzet had van 500.000.